Tweede. En zij, Annemiek, werd derde. Maar ze is steengoed. Ze is hier aanwezig voor Dance for Life. Ze zal straks ook uitleggen hoe dat dan precies werkt, waar het geld naartoe gaat. Maar ze gaat eerst even laten zien hoe dat dan zo'n beetje moet. De stijl die ze gaat dansen, ik heb gezegd, dat ga je ongeveer doen. En toen zei ze contemporary. Ik zeg, leg het verder maar niet uit, ze moeten maar gewoon kijken. Mag ik een groot applaus voor onze gast van vandaag. Hier is Annemiek! Ja, dat weet je. Natuurlijk hebben wij talent hier. Ja? Ja, zeker. Het liep over. Deze zaal stond helemaal vol. Veel enthousiasme. We hebben heel veel gedaan. Anderhalf uur geknald. Dat was heel leuk. En wat je gedaan hebt in die anderhalf uur, dat krijgen wij niks van te zien natuurlijk. Hè? Want je zou zeggen, we werken toe naar een grote dans waar iedereen aan mee kan doen. Een leuk finale nummer, maar dat gaat niet gebeuren geloof ik. Hè? Nee, maar ik hoop dat ik het hier een beetje mee goed heb gemaakt. Nee, je hebt het uitstekend. Nee, je hebt de workshops gegeven. Je bent hier namens een uitstekend goed doel. Laten we het daar kort over hebben en dan komen al die neven, nichten, zoons, dochters en alles. Dance for Life. Ja, Dance for Life. Dance for Life is een internationale organisatie die zich samen met jongeren wereldwijd inzet om de verspreiding van HIV en AIDS wereldwijd terug te dringen. Op het moment zijn er 33,4 miljoen mensen wereldwijd geïnfecteerd met HIV. 7400 nieuwe infecties komen hier dagelijks bij, waarvan bijna de helft jonger is dan 25 jaar. En in Nederland krijgen 2 tot 3 jongeren per week te horen dat ze HIV-positief zijn. En samen met jongeren, omdat jongeren dus een belangrijk deel van de oplossing zijn, vindt Dance for Life, vind ik, zetten wij allerlei acties in touw, ja, om daar ons steentje aan bij te dragen. Ja, en dat betekent dat 2,50 dat u al betaald hebt, dat gaat in zijn geheel gaat naar Dance for Life. En weet je ook wat daarmee gaat gebeuren? Ja, nou, Dance for Life is een jongerencampagne van Stop AIDS Now. En Stop AIDS Now die heeft 7 projecten speciaal voor Dance for Life geselecteerd. En het geld gaat naar 1 van die 7 projecten toe. En het geld wordt dan besteed aan betere voorlichting, distributie van medicatie en voorbehoedsmiddelen, opvang van AIDS-wezen. Dus ja... Eén ding snap ik niet. Waarom mag ik jou geen ambassadrice noemen? Je vertelt het verhaal prachtig, alles erop en daar. Je bent er gewoon ambassadrice voor Dance for Life. Misschien ben ik stiekem. Je bent stiekem. Nou, het is inmiddels niet meer stiekem. Wij vinden het geweldig dat je hier bent. Blijf vooral nog even. Je moet nog door naar Amsterdam, heb ik begrepen. Maar ik hoop dat je nog even wat dansgroepen kunt zien. In ieder geval alvast dank voor jouw medewerking en voor jouw workshop. Geef haar een applaus, Annemiek! En dan gaan we nu even...